Stel uzelf voor in exact 30 seconden. Hallo, ik ben Maaike de Vreeze. Ik ben mama, getrouwd, heb twee kindjes. Ik ben afkomstig uit Brugge. Bij de volgende verkiezingen sta ik op de tweede plaats op de Vlaamse lijst voor West-Vlaanderen. Ik ben criminoloog van opleiding. Ik heb de voorbije jaren gewerkt op het kabinet van Theo Franken. Ik wil dus bij de volgende verkiezing jullie vertrouwen en jullie stem graag winnen. Bedankt. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ik ben eigenlijk sinds 2014, toen het nieuwe kabinet van Theo Franken moest gevormd worden, heb ik daar gesolliciteerd en zo ben ik aan de slag gegaan op het kabinet. Dat was een zeer leerrijke ervaring, ook een leuke ervaring. We hadden daar een hechte groep en zo heb ik echt een enorm goede band gekregen met de N-VA en met Theo Franken. Op een kabinet kan je heel veel verwezenlijken, je kan initiatieven nemen en je kan mee het beleid helpen vormgeven. En dat is ook hetgeen wat ik nu wil doen in de politiek. Dus ik heb altijd achter de schermen gewerkt en nu voor de schermen mij actief inzetten voor de partij. Ik heb een mooie plaats gekregen, ik ben daar zeer vereerd door. Ik heb een gesprek gehad met Sander Loones, dat is niet, die puzzel is zo gelegd in West-Vlaanderen. En ik ben zeer dankbaar voor die tweede plaats. We gaan daar volop voor gaan, 100%, 1000%. Ik ben zeer vastberaden om samen met Sander en Bert Maartens, onze lijsttrekker van de Vlaamse lijst, ervoor te gaan in West-Vlaanderen. Welke quote heeft u gekozen? Dus ik ben West-Vlaamse, ik kom van Brugge. Ik heb dus ook een West-Vlaamse quote gekozen. Het is een quote uit een liedje van het Zesde Metaal. En ik zal het dus in West-Vlaams zeggen. Het is nogal die na de wuppen, doe maar voort. En ja, de vertaling daarvan is van oké, het is allemaal nog zo slecht niet. Laat ons gewoon verder werken, laat ons doordoen en we gaan er gewoon voor. En dat is de West-Vlaamse mentaliteit die dat vertegenwoordigt. Ook een bepaalde nuchterheid en positivisme zie ik daarin terug. Het is ook de manier waarop ik wil mijn campagne aanpakken. Gewoon verder doen, naar ons doel toewerken. En ook in de politiek wil ik zo te werk gaan. Dus daarvoor heb ik die quote gekozen. Me volledig inzetten, gewoon verder doen, hard werken. Zoals de West-Vlaming gekend staat. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Ik heb dus niet één voorbeeld gekozen. Ik heb erover nagedacht van wie zijn nu eigenlijk mijn rolmodellen. En dat zijn dan mensen waar ik mezelf in weerspiegeld zie. En dan zijn dat voornamelijk vrouwen. Vrouwen die hun werk, de politiek, met hun privé combineren en die inhoudelijk ook heel veel te zeggen hebben. En ik heb tijdens mijn ervaring op het kabinet, tijdens die periode, ook een aantal zeer interessante politica ontmoet. Zo heb ik bijvoorbeeld Amber Rudd ontmoet. Dat is de voormalig minister van Binnenlandse Zaken in Groot-Brittannië. Een zeer sterke persoonlijkheid die to the point haar punt kan duidelijk maken. En dat is voor mij zeker een voorbeeld van een toppolitica. Dan heb ik bijvoorbeeld ook Rovina Voda ontmoet. Weinig onder de kijkers zullen haar kennen. Dat is de staatssecretaris voor asiel en migratie, onder andere asiel en migratie in Albanië. Een vrouw die ook actief andere vrouwen aanzet om in de politiek te gaan. Dus een zeer interessante vrouw die ik heb mogen ontmoeten. En dan als we dichter hier kijken in Vlaanderen, Brussel, dan denk ik aan Asita Kanko. Die ook op haar eigen manier altijd met de glimlach inhoudelijk zeer sterk haar punt duidelijk maakt. En dan denk ik ook aan Daria, want Daria heeft mij eigenlijk net dat tuutje in de rug gegeven om te zeggen van oké, Maaike, je bent nu gevraagd en ik geloof ook in jou, je moet dat zeker doen. En ik ben haar daar eigenlijk echt wel dankbaar voor. Wat zijn uw politieke interesses?
Ja, ik heb dus altijd op het federaal kabinet van Theo Francken gewerkt rond asiel en migratie, maar ook rond veiligheid, rond radicalisering en terrorisme. En die expertise wil ik dus meebrengen naar het Vlaamse niveau, waar ik me voornamelijk wil toeleggen op integratie, inburgering, dus het ganse rechten-plichtenverhaal, maar ook preventie van radicalisering. En als criminologe wil ik ook mijn expertise daarvan gebruiken. Dus een thema als jeugddelinquentie wil ik me zeker op toeleggen. En dan als mama van twee kleine kindjes is onderwijs natuurlijk een thema die mij enorm interesseert. De toekomst van mijn kinderen is mijn topprioriteit. Wat kan er anders en beter in de politiek? Eerst en vooral denk ik dat het allemaal wel iets efficiënter kan. Er zijn heel veel verschillende structuren, verschillende niveaus. Bijvoorbeeld de Senaat is een structuur die voor mij een overbodige structuur is, die ook veel geld kost aan de belastingbetaler. Als we dat efficiënter doen, minder structuren bijvoorbeeld binnen de provincie, dan kunnen we ook de belastingbetaler daarvan ontlasten. Dus dat is één kant, het verhaal van het confederalisme. We moeten de bevoegdheden echt naar het Vlaams niveau brengen om efficiënter te kunnen zijn op onze bevoegdheden. En verder, dus ik heb altijd op het terrein gewerkt. Voordien werd ik op dienst vreemdelingenzaken, daar ook als expert migratie. Ik ben meegeweest met de politiediensten, inspectiediensten op het terrein om controles te doen rond mensenhandel, mensensmokkel, georganiseerde criminaliteit, puur illegaliteit, illegale tewerkstelling. En ik vind het zeer, zeer belangrijk dat politici gaan luisteren naar mensen op het terrein, beter luisteren, die expertise van mensen op het terrein gaan vertolken in hun beleidswerk. Dus dat is mijn tweede puntje. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb een loop-t-shirt van mij meegebracht om verschillende redenen. Ik zal het eventjes tonen voor jullie. Ik hoop dat jullie het kunnen lezen. Er staat op Team Theo voor Freya. Maar eerst en vooral waarom een loop-t-shirt. Op momenten dat mijn hoofd vol zit, dan ga ik lopen. Dat ontspant mij, dat creëert ook ruimte in mijn hoofd. En lopen is dus een passie voor mij. Ik geniet ook van die fysieke uitdaging. En vorig jaar hebben we dus meegedaan aan de 100 kilometer Kom op tegen kanker. Omdat wij vorig jaar ook ons collega Freya verloren zijn aan kanker. Dus dit is ook een klein eerbetoon aan mijn collega Freya. Zij was een zeer sterke madame. Ze is dus ook een rolmodel voor mij. En het staat ook symbool voor de broosheid van het leven. Het leven is kort, dus we moeten ervan genieten, zowel van de kleine als van de grote momenten. En daarom dus ook dit t-shirt.